allemaal, het is vandaag weer tijd voor mijn favorieten van de afgelopen maand, van de maand oktober. Nee, november. Helemaal niet waar. November, natuurlijk november. Niels is jarig in november. Ik ga al mijn favorieten weer even met je doornemen. Het zijn er dit keer niet superveel, maar zoals gewoon natuurlijk wel altijd gewoon weer mijn favoriete producten. Dan maar iets minder. Ik heb trouwens mijn haar geknipt, mocht je het je afvragen. Misschien dat de filmpjes een beetje door elkaar gaan lopen. Dat is altijd een beetje met kappersdingetjes. Maar laten we maar gewoon beginnen met mijn favoriete lipstick. Dat is ook degene die ik nu op heb. En dat is deze. En dit is, de verpakking is echt waardeloos lelijk aan het worden. Maar dit is de Stradivarius lipstick. En er staat op Your Lips Look Lonely. En dan hebben ze deze kleur. En die heb ik nu op. Dat is Sheer Nude nummer 4. En ik heb ook nummer 3. En dat is Rosewood Pink. En die vind ik ook echt heel erg fijn. Deze. En Sheer Nude is dus, nou ja, gewoon zoals je ziet, echt een hele Sheer Nude met een mooi glansje. En ik vind het hele fijne lipstick. Ze blijven niet super lang zitten, maar ze voelen wel, oh, dat is over, ze voelen wel heel verzorgend en aangenaam, zeg maar, op je lippen. En ik vind het sowieso super leuk dat mijn twee liefdes bij elkaar komen. Stradivarius is mijn favoriete winkel en dat ze dan ook nog eens beautyproducten gaan doen. Ik heb een review van allerlei van hun beautyproducten op mijn site staan. Als je daar benieuwd naar bent, zal ik je hieronder linken. Maar dit zijn mijn favorieten. Dan een gouden oude foundation. En dat is deze. Dit is de MAC Face & Body. En ik heb de kleur N1. En deze droeg ik ook met mijn bruiloft. Ik mixte van alles. Maar deze was er één van. Ik heb hem nu ook op. En het is gewoon een hele fijne, simpele basis foundation. Mijn huid is op dit moment goed. Ik klop het even af. Hij is op dit moment heel goed. Dus ja, weet je, dan heb ik eigenlijk niet heel veel nodig. Dus dan vind ik het wel fijn om een beetje subtiele. Deze kan je trouwens wel goed opbouwen. Maar hij is van zichzelf vrij waterig. Een beetje zoals Chanel Vita Lumière Aqua. Gewoon een lekkere, sorry voor de oven. Een lekkere, ja, waterige foundation die niet super dekkend is. Maar wel gewoon heel mooi natuurlijk effect geeft. Dan iets wat ik eigenlijk altijd bij mijn ouders gebruik en wat ik altijd al een keer zelf wilde hebben. En wat ik ineens ontdekte dat ik dat eigenlijk al had. Want het zat nog in een oude Doozybox, Beautybox, ik weet niet meer. Ik ben inmiddels geen lid meer, dus ik krijg ze niet meer. Maar ik heb nog wel een hele voorraad staan waar ik dan af en toe weer nieuwe dingen uit haal. En daar zal deze in. En deze gebruik ik altijd bij mijn ouders. Deze vind ik echt super fijn. En ik vraag me af of ze hem nog hebben. Want volgens mij was ik er laatst naar op zoek. En ze hebben nu een hele nieuwe lijn. En hebben ze alleen maar grote tubes. Maar er komen volgens mij wel weer kleine aan. Dit is de Rituals Miracle Scrub met ginseng en ginkgo biloba. En dit is echt zo fijn spul. Dit is dus een scrub voor je handen. Je doet een klein beetje op. En je scrubt zoals je ook je gezicht scrubt. Dus het is een soort ook, ja, met korreltjes en met olie. Het is echt heel fijn spul. Dus ik word hier altijd heel gelukkig van als ik het bij mijn ouders gebruik. Maar nu heb ik het ook zelf. Dan eentje die ik misschien al een keer mijn favoriet heb laten zien. Maar ik heb hem in ieder geval bij hem een tijdje vergeten. En ik gebruik hem nu weer dagelijks. Dit is de Bourjois Radiance Reveal Concealer. En dit is echt een hele mooie concealer. Ik heb hem nu ook op. Hij was eerst namelijk iets te licht voor mijn huid. Ik gebruik hem echt onder mijn ogen. Daar is hij ook volgens mij voor bedoeld. Voor donkere kringen. Hij geeft echt een super frisse blik. Maar hij was voorheen, hij is echt vrij licht. Ik heb de lichtste kleur 01 Ivory. En die was echt te licht voor mij, waardoor het echt een soort witte vlekken, zeg maar, onder mijn ogen had. Maar nu mijn huid weer lichter is door de winter, is hij gewoon perfect. En het geeft echt een heel mooi, fris resultaat. Het trekt niet in lijntjes, het voelt heel fijn en voedend. Ik vind hem echt, ik vind hem super fijn. Dan ook een gouden ouwe en dat is deze, het Suva Coca Blend Palette. Prachtig palet. Ik ben gek op Suva paletten. Ik heb er ook eentje gevraagd voor de Sint. Sorry voor het piepen. Als ik nu de oven uit ga zetten, dan wordt misschien Niels ligt net te slapen. En we moeten een beetje nu, nou, never mind. In ieder geval is niet handig. Maar dit is het Suva het Coco Blend palet. En ja, zoals je ziet, dit zijn echt heerlijke herfsttinten. Ik gebruik nu deze heel graag. Dit is Pure Ganache. Substitute for Love. Deze vind ik heel gaaf, Warm Notes. En deze Freshly Toasted. Alle andere kleuren gebruik ik ook, maar dat zijn degenen die ik nu heel graag gebruik. En dan Bitter Start gewoon in mijn binnenste ooghoek eigenlijk. Maar die gebruik ik eigenlijk altijd daarvoor. Heel fijn palet en ik merk gewoon dat ik hem nu weer heel graag pak. Omdat hij
omdat hij lekker herfstachtig is. En ik hoor vaak mensen van dat het zo jammer is dat er geen spiegeltje in zit. Maar ik vind het persoonlijk juist heel fijn, want ik gebruik eigenlijk nooit de spiegeltjes in paletten. Want het, ik vind zeg maar zo, dat vind ik niet fijn. Ik heb altijd zo'n klein spiegeltje. En daardoor is hij gewoon wel lekker dun en licht. En ja, ik vind het eigenlijk heel fijn. Het laatste beautyproduct, dat is deze. Dit is het L'Oréal Masker Pure Clay. En dit is de detoxifying variant. Je hebt er 3. Ik heb er 2, maar die andere heb ik nog niet getest. En deze heb ik nu 2 keer gebruikt, nog niet super vaak. Maar het is een klein masker. En het schijnt een dupe te zijn voor het Glam Glow Mask. En Glam Glow Mask kennen jullie misschien wel. Heel duur masker. Schijnt fantastisch te zijn. Ik heb geen idee, want ik heb het nooit gebruikt. Dus ik weet niet of het een dupe is, maar het is wel een heel fijn product. Ik denk dat er nog wel een review van online komt, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar het is een klein masker, maar het is niet uitdrogend. En je ziet echt, tenminste ik vond echt dat ik direct een verschil zag na gebruik. Dat ik echt dacht, oh wauw. Dus ja, ik vind het een heel fijn masker. En lekker betaalbaar. Het is geloof ik een tientje, maar het doet ook hartstikke lang met zo'n pot. En dan als laatste niet beauty, maar een beetje fashion. En dat is deze tas. Deze heb ik van My Jewelry. En hier had ik al heel lang een oogje op. Alleen hij is heel lang niet leverbaar geweest. En nu was hij er weer. Ik heb hem nog niet gebruikt. Maar ik wilde hem even laten zien. Omdat ik er gewoon... Ik ben zo blij dat hij er weer is. Dit is een shopper. En hij is vrij groot. Van Suède. En wat ik zo fijn vind aan deze is dat hij wel gewoon een rits heeft. Want heel veel shoppers hebben dat niet. En dan heeft hij hier binnenin ook nog een vakje. En verder is hij gewoon heel basic, heel simpel. Maar ik vind hem gewoon heel erg mooi. Een vriendinnetje van mij, oh, hier heeft hij ook trouwens nog een zakje. En een vriendinnetje van mij die is, die viert vanavond haar verjaardag. En daar wilde ik hem heel graag aan cadeau geven, maar dan in het zwart. Want ze wilde graag een zwarte shopper. Alleen, ondanks dat op de site stond dat hij leverbaar was, bleek hij niet leverbaar te zijn. Wat heel vervelend was, want daardoor hebben we dus nu geen cadeautje om te geven. Hebben we iets anders moeten bestellen. Dus dat vond ik wel heel stordig eigenlijk. En dat is niet de eerste keer dat ik dat daar meemaak. Dus dat vind ik wel heel jammer. Maar ik ben wel heel blij met deze tas. En dat is het. Dat waren al mijn favorieten van de afgelopen maand. Sorry voor het gepiep van de oven. Ik hoop dat jullie het niet heel erg storend vonden. Ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn site. En dat kan door hieronder, of op mijn YouTube kanaal. Dat kan door hier aan het einde op het balletje te drukken. Waarschijnlijk staat dat nu hier al ergens. Of hieronder op de link. Bedankt voor het kijken. Doeg!